Henk Veldmaten gaat per 1 februari aanstaande bij Ajax aan de slag als hoofdscouting. Veldmaten maakt de overstap naar de Amsterdammers na 33 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij FC Groningen. Ja, ik ben begin december benaderd door Ajax om met hun in gesprek te gaan over scouting in het algemeen. Maar daarin ook een functie binnen Ajax in het bijzonder. Ja, het gesprek was dermate positief dat eigenlijk al na dat gesprek duidelijk was dat de kans heel groot zou zijn. Ook wat mij betreft om die stap te gaan zetten. Nou, dan vinden er nog vervolggesprekken plaats. Uh, dan moet er nog een, uiteraard onderhandeld worden. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. En uh, zo rond de jaarwisseling was het, uh, was het helemaal definitief. Zaterdagavond zat ik in Tini Plaza met mijn dochtertje Daantje voor tien jaar. En toen kreeg ik een berichtje van hem dat hij s morgens om half tien op zondagmorgen met mij wou spreken. En uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, toen wist ik al wel hoe de vlag erbij hing. Het verbaast mij overigens. Dat, dat, dat er nog nooit eerder een hele grote club voor Henk is geweest. Want Henk is op zijn vakgebied een van de beste in Nederland. Dus ik heb Mark Overmars daar ook mee gefeliciteerd. Ik heb Henk zeer gefeliciteerd. Overmars liet gewoon heel duidelijk doorschemeren dat er binnen de scouting echt een stap gezet moest worden. Dat er echt op, op, op veel gebieden een, een impuls gegeven moest worden. Ja, en hij gaf heel duidelijk te kennen dat ik daarvoor de aangewezen man was om daar zeg maar, met, samen met hem uiteraard leiding aan te geven. Ja, en dat voelde gewoon goed. En ja, ik. Ik vond dat ik in de fase van mijn loopbaan deze kans absoluut met, met beide handen aan moest grijpen. Veldmater was de afgelopen anderhalf jaar hoofdscouting van FC Groningen. Bij Ajax gaat hij dezelfde functie bekleden. Ik stuur de scouting aan, dat is één. Twee, ik uh, wil zelf ook gewoon heel actief blijven binnen de scouting. Dus ook gewoon operationeel echt uh, heel veel onderweg zijn. Ja, en ik heb te maken met uh, Mark Overmars als directeur spelersbeleid, wat mijn uh, leidinggevende is. Dus in vergelijking uh, met Groningen komt dat ongeveer op dezelfde positie neer. Veldmater was in totaal 33 jaar lang verbonden aan FC Groningen. Het begon in 1975 toen hij als speler overkwam van Go Eagles. Ik zie me nog in 1975 voor het eerst uh, met de trein naar Groningen komen met mijn ouders en met... Uh, Iemand van de club waar ik toen speelde om een contract te tekenen, of in ieder geval met Groningen in gesprek te gaan over een spelersloopbaan hier. Ja, dat was in die fase natuurlijk heel bijzonder. Later mocht ik terugkomen via Martin Koeman binnen de jeugdopleiding als jeugdtrainer en hoofd van de jeugdopleiding. Dat was perfect geplaatst binnen mijn volgende fase na mijn actieve loopbaan. Toen kwam Hans Nijland, die vroeg of ik technisch manager wilde worden. om zeg maar wat meer structuur aan te brengen in het technisch beleid. Dus dat was ook een geweldige periode. Ja, en ik heb eigenlijk zelf gekozen om de laatste jaren dan vooral in de scouting nog actief te zijn. En ja, als dan dit nog een keer daaraan toegevoegd kan worden. en het is dan inderdaad wel bij een andere club. Ja, dan, is het, dan is het wel heel mooi. Ik heb dat net ook in mijn nieuwjaarspeech gezegd. We hebben iemand met een geweldig FC Groningen gehad op een hele belangrijke positie van Ajax. Uh, waar we een heel kort lijntje mee hebben. Die in Groningen woont. Uh, die ook echt bij deze club blijft komen. Ja, denk je niet dat we er af en toe van, van zijn kennis zullen profiteren? Natuurlijk is het zo, Ajax is zijn werkgever, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, Henk raakt, geraakt absoluut niet uit beeld bij Groningen.